Op 29 november zijn Daniel, Lorenzo en ik zelf naar het Personal Finance Congres geweest in Birmingham. Een groot congres met honderden aanwezigen die zich hebben laten inspireren door verschillende sprekers. Je vindt een uitgebreid reisverslag in een PDF op de site. Hierbij een kort filmpje met de hoofdpunten. Het belangrijkste was storytelling. Het ging regelmatig over de manier waarop je een verhaal overbrengt aan een klant en wat het effect daarvan is. Belangrijk is dat je geen feiten overbrengt, maar verbinding zoekt met je verhaal en dat je leert van de opzet van Shakespeare. Die heeft allerlei lessen hoe je een goed verhaal vertelt en waar dat aan moet voldoen. Ten tweede ging het erg over het feit dat je moet weten waar je goed in bent als adviseur, persoon en ondernemer. En dat je vanuit die kracht vooral moet werken. Dus zorg dat je veel delegeert, dat je bezig bent met de zaken waar je je geld aan verdient, maar belangrijk ook waar je energie uit haalt. Dicht daarbij ligt ook het feit dat je moet werken met klanten die je leuk vindt. Dus zoek een niche of zoek een doelgroep waar je plezier uit haalt, waar je veel van weet, waar je goed in kan zijn. En daar kan je dan je marketing ook op afstemmen. Ten slotte was het een grote beursvloer met veel partijen, met name beleggingspartijen, die zich maar focussen op de dienstverleningen aan adviseurs. En daar hebben wij veel van kunnen leren en dat zal de komende maanden ook jullie kant op komen. Mocht je nou verder vragen hebben, neem vooral contact op met accountteam@nnek.nl of bel naar 088 55 1050. Dan helpen we je graag verder. Ik wens je veel plezier met het reisverslag en tot snel.